Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki zet in op bevorderen relatie met de VS. 7% woningbouwkrediet ook voor lagere inkomensgroepen. Ordening kleinschalige goudsector heeft voordelen voor staat, goudzoeker en milieu. Informatieboekje moet naar Suriname reizende immigranten wegwijs maken. En commissariaat Coroni stimuleert schoon milieu. President Chandrika Prasad Santokki zet in op het bevorderen van de relatie met de Verenigde Staten van Amerika. Het staatshoofd is op donderdag 9 maart te gast geweest op de welkomstreceptie van de Amerikaanse ambassadeur Robert Foucher. Hij legde bij deze gelegenheid de nadruk op het belang van zakenrelaties. Ambassadeur Foucher toonde zich zeer vereerd de regeringsleider op zijn residentie te gast te hebben. Ik wil eerst zeggen, ik was heel blij om president Santokki hier te zijn. Als een soort arrival, een welcome feest, een receptie van Alvin. En de bedoeling van de receptie is te herhalen de sterke relatie tussen Suriname en Amerika. En dat is ook op de politiek niveau en de commerciële niveau. En op de commerciële niveau hebben we echt veel gedaan in Amerikaanse bedrijven hier in Suriname. Vanaf de bauxietindustrie bijvoorbeeld, of de gas- en olieindustrie, of de goudindustrie en verschillende andere. En ik denk dat er heel veel belangstelling in Amerika om hier te investeren en wat handelswerk te doen met Suriname. Het is een lange traditie van die soort werk. Voor Suriname nu, het is heel belangrijk dat Suriname krijgt wat stabiliteit van zijn economie. En dat zal maken een beetje aantrekkelijker voor de Amerikaanse bedrijven. En dus ik hoop te werken met de Amerikaanse bedrijven en met de Surinaamse regering om dat te bereiken. Ook de lagere inkomensgroepen kunnen gebruik maken van de 7% woningbouwkrediet, waarbij een hypotheekbedrag van maximaal SRD 950.000 is vastgesteld. Dit kwam naar voren tijdens een persconferentie in zaken het landelijk woningbouwprogramma. Het maximale inkomen om in aanmerking te komen voor de kredietfinanciering is vastgesteld op SRD 22.500. De 7% kasreserveregeling bestaat er vanaf 2004, maar de parameters zijn thans aangepast. Het landelijk woningbouwprogramma heeft een bepaald wettelijk kader. Zoals u daar ziet, het is in de grondwet opgenomen. Het is ook in het MOP opgenomen. In het MOP staat dat de overheid jaarlijks 500 woningen moet bouwen. En verder zijn we dus ook aangesloten bij het Habitat 2-verdrag. En een van de uitgangspunten daar is adequate en betaalbare huisvesting voor ieder. En ook ontwikkeling van duurzame woon- en leefomgevingen. Het woningbouwprogramma die focust ook echt op de
Sustainable Development Goals en die heeft raakvlakken met bijna allemaal. De instelling van de stuurgroep en het projectbureau voor het landelijk woningbouwprogramma heeft plaatsgevonden op 27 december 2022. De hoofddoelen van het landelijk woningbouwprogramma, de omschrijvingen zijn meer, maar we hebben het even samengevat. 1 is een goedkope kredietfaciliteit creëren voor de samenleving. Het in cultuur brengen, dat betekent dus het bouwrijp en woonrijp maken van kavels waarvan bereidsverklaringen en beschikkingen zijn uitgegeven. Het bouwen van woningen. Het begeleiden en monitoren van de woningbouw in het algemeen. En ook het creëren van een wettelijk kader voor de woningbouw. Zoals aangegeven, een van de doelstellingen is goedkope kredietfaciliteiten creëren. En een van die faciliteiten is de 7% kasreserveregeling voor de woningbouw. Wat heel belangrijk is om te weten, is dat deze faciliteit er al is vanaf 2004. En dat is dus tot stand gekomen tussen de banken en de centrale bank. En hun kasreserve wordt daarvoor aangewend. En het voornaamste doel van deze faciliteit is om de particuliere woningbouw tegen betaalbare rente binnen het bereik van de middeninkomensgroepen te brengen. Ik ga jullie straks uitleggen dat dat ook is gewijzigd, waardoor het nu het is breder nu. Oké, statistieken, ook heel belangrijk. Vanaf 2004 tot 2023 hebben al ongeveer 6600 cliënten gebruik gemaakt van deze faciliteit. En dat is dus voor nieuwbouw, afbouw, renovatie, uitbreiding en reparatie. Dus zoals u ziet, er is al heel veel gebruik gemaakt van deze faciliteit. De vrijgemaakte middelen uit de kasreserve, die zijn al gecumuleerd tot ongeveer een half miljard SRD. Wat is gebleken toen wij zijn begonnen in december, dat de parameters van die kasreserveregeling moesten worden aangepast, omdat die dateerde van 2012, als het goed is, of 2018. Ordening van de kleinschalige goudsector is van eminent belang voor het tegengaan van illegale activiteiten. Actoren betrokken bij regulering van deze sector hebben op donderdag 9 maart een onderhoud gehad met president Santokki. Directeur Preciosa Simons van de afdeling Mijnbouw van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft in een presentatie de nadruk gelegd op de voordelen voor de staat, het milieu en de goudzoeker zelf. De kern van deze sessie was onder andere om de kleinschalige goudwinning. We weten veelal dat het vaak op de informele sfeer plaatsvindt. Hoe wij dat eigenlijk aan een legale sfeer zouden kunnen aangeven. En in deze sessie heb ik dus de presentatie gehouden. Er is namelijk een staatsbesluit ontworpen en het is al afgekondigd, waarbij wij dus de inventarisatie en de ordening eigenlijk van deze sector goed in beeld kunnen brengen. En u weet wel, het legaliteitsbeginsel is erg van belang, want vaak zegt men op basis van welke wet worden bepaalde activiteiten, handelingen door het bestuurlijk orgaan uitgevoerd. En met dit staatsbesluit weten wij dus wel hoe wij te werk moeten gaan. En dat heb ik dus gepresenteerd. En er zijn een aantal punten die naar voren gebracht werden, maar die zijn reeds in het staatsbesluit heel goed belicht. En hoe wij dus dan vooral de unit ordening kleinschalige sector, die resideert bij het directoraat Mijnbouw van het ministerie van NH, hoe zij gezamenlijk met ook andere ministeries die opgenoemd zijn in dat staatsbesluit een integrale aanpak kunnen doen om zo eigenlijk een ordening van de sector weer op gang te brengen en dat het dan
een goede ordening wordt en dat we daardoor dan gewoon toezicht en handhaving kunnen doen met de mensen op een heel goede manier, samenwerking met elkaar. En dat de staat dus ook de inkomsten daaruit kan verdienen en dat de mensen zich daar niet bang hoeven te zijn van oh, ik heb bij geen geldige mijnbouwrecht, waardoor men me gaat zeggen ik ben illegaal. Dus daardoor kunnen ze ook dan iets kunnen aantonen waardoor zij weten van hé, ik voel me goed, ik heb mijn papieren in de hand die conform ons huidig mijnbouwdecreet vastgesteld worden. In het staatsbesluit is er een overgangsbepaling opgenomen in een artikel en een lid dat aangeeft dat je bent nou bekomen, je hebt met je papieren, geen probleem, je komt bij ons, er is aangegeven wat voor tarief er gekoppeld wordt aan een mijnbouwpas, je komt bij ons, je krijgt een pasje, je wordt begeleid door de unit OKGS, ook door de GMD, om te kijken hoe je dan jouw stukken zou kunnen indienen en dat dan geldig mijnbouwrecht aan u toegewezen kunt worden. Er is natuurlijk ook een termijn verbonden, wanneer zoiets een pasje is dan een jaar geldig. Dus we hopen dat dan natuurlijk dat binnen dat jaar dat dan volbracht wordt. En dan weet je zeker dus dat je komt. Maar met dat pasje, als je papieren nog niet in orde zijn, is er dus aangegeven dat je dus dan wel, zoals ik zei, men praat vaak over gedoogd, maar dan is dat niet legaal vastgelegd. Maar we hebben het als een overgangsbepaling, regeling opgenomen in het staatsbesluit. Want je begreep wel als mens, wanneer je plotseling hoort, je moet stoppen met iets of zo. Het gaat niet 1, 2, 3. Je hebt even wat tijd nodig. Er is een overgangsfase opgenomen, zodat de mensen rustig konden afbouwen voordat ze elders iets anders gingen ontplooien. Ook in de mijnbouw natuurlijk. Dus precies hier dat de mensen de kans krijgen, want je weet wel, je bent in het binnenland. In de stad is anders dan het binnenland. Dus dat de mensen de tijd kennen. Natuurlijk kunnen we niet oneindig doorgaan, maar dat het binnen vastgestelde tijd gedaan wordt. En dan zien wij ook als staat dat de mensen willing zijn. Het ministerie van Bibes heeft in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie een informatieboekje samengesteld ten behoeve van immigranten. Het doel is de vreemdelingen voor te bereiden op hun reis naar Suriname en wegwijs te maken in het land. Ter voorbereiding op de officiële publicatie heeft op vrijdag 10 maart een consultatieronde plaatsgevonden in de bankethal van Hotel Torarica. Kijkt u mee naar het volgende verslag. De bedoeling van vandaag is een consultatiemeeting waarbij eigenlijk een groep van personen vanuit IUM, de studenten en ambtenaren van de overheid gewerkt hebben aan informatieonderzoek, dataonderzoek. En dit hebben we willen brengen in document voor migranten, zodat migranten zich makkelijk wegwijs in Suriname kunnen maken. Weet je wel, er is wel informatie, het is verspreid, het is in het Nederlands. En wat we willen doen is alles bij elkaar halen en zeg maar in hun taal te begrijpen, zodat ze kunnen weten hoe ze zich in Suriname kunnen bewegen, zeg maar. Je kunt het bijna zien van de andere organisaties die bij betrokken zijn. Sowieso het ministerie van Buitenlandse Zaken. Natuurlijk de Surinaamse overheid. Is in partnerschap met een IUM, Internationale Organisatie voor Migration. En er is ook aangegeven dat de fondsen beschikbaar zijn gesteld door de Amerikaanse overheid. En ook nog de studenten. Studenten hebben deelgenomen hieraan. Als je weet wat je Suriname kan halen, zal Suriname interessant worden, want dat beoogt dit boek. Toch? Je weet wel van hier, wat hebben ze daar, wat zijn de mogelijkheden al daar. Dat zal het maken van, het zal wel ordelijk verlopen daar en dat zal al een aantrekkingspoot zijn om te zeggen van hé, ik wil graag daar kijken van hoe of wat. Het is niet echt toerisme, maar het is wel van als je eenmaal hier komt, hoe moet ik me begeven hiertoe. Dus ik denk wel op die manier kan het er wel een bijdrage aan leveren. Het is nu in een boek verwerkt, maar zo meteen aan het einde gaan we nadenken van op welke manier het toegankelijk kan worden gemaakt. Er was gesproken van een WhatsApp, een app downloaden, maar ook op een website en ook nog in verschillende talen. Dus dat stukje is eigenlijk in die tweede fase. Nu willen we gewoon dat die informatie er is en daarna kijken van hier, wat zijn de makkelijker om zo eraan te komen. Dus de eerste fase is het in het Nederlands en het Engels. Nu is het boek dat zal worden gepresenteerd in het Engels en dat zal weer vertaald worden naar het Nederlands. En de bedoeling is hierna in de tweede fase Portugees, Spaans, Mandarijn en Creool. Dat zal sowieso. En daarna misschien eventueel andere talen indien de noodzaak daarvoor aanwezig is.
ik als immigrant heb ik nodig. Ik heb natuurlijk mijn traject niet hier gehad. Ik heb het in Nederland gehad. Maar wij worden hier geconfronteerd met de stappen die een immigrant moet volgen om de integratieproces ook te kunnen volgen voor een goede goedwil van het land en van de immigrant. Hoe is het proces of de toegankelijkheid als het gaat om informatie om je zaken te kunnen doen in Suriname? Heel erg weinig. Het is bijna niks. Ik heb het, wij hebben een project gestart ook met vertalen bijvoorbeeld van informatie voor de immigranten in de tijd van COVID-19. En omdat dat de aanvraag was veel te groot, de mensen weten het niet, want in het Spaans bijvoorbeeld, ik vertegenwoordig meer de Cubanen, de Venezolanen, mensen die Spaans spreken. En dat was niks. Dus als je bijvoorbeeld in de pagina van buitenlandse zaken komt, hoe regel mijn status hier, dat heb je niks in het Spaans. Beginnen wij daar door. Hè? Ook als je binnenkomt, heb je ook nergens wat doorverwijst naar in onze taal. Dus ik denk dat het is niet veel. Het is heel veel werk die echt gedaan voor de mensen moet worden. Maar nogmaals, ik ben blij dat ik hier ben en dat dat echt een begin is om eigenlijk een ontwikkeling te gaan doen voor onze doelgroep. Pardon. Het commissariaat Coroni zal in het kader van een schoon milieu een 40 stuks afvalcontainers bij scholen en openbare instanties plaatsen. De containers zijn na een verzoek van het commissariaat door het kabinet van de president beschikbaar gesteld. Rajesh Rajkumar van de afdeling Centraal Beleidscoördinatie en Monitoring is belast geweest met de coördinatie van het project. Hij en districtscommissaris Michael Winter stonden onze redactie te woord. Het is een project dat ingediend is door commissariaat Coroni aan het kabinet van de president. En het is goedgekeurd. En vandaag hebben we de overhandiging van 40 vuilnistonnen. En het ziet er goed uit. We gaan alle scholen voorzien van een ton. Onze park, de zeedijk en alle departementen. Eigenlijk de bedoeling is om te gaan naar een schoon Coroni, schoon milieu, schoon Coroni. Ja, de scholen, de departementen, bejaardentehuis, kinderthuis, het commissariaat. Dus eigenlijk op elke plaats dat eentje eigenlijk nodig heeft, gaan we eentje plaatsen. Sowieso gaan we eentje plaatsen. We willen gaan naar, wat ik eerder aanhaalde, een schoon Coroni. Laatst geleden is een nieuwe diensthoofd op openbaar groen. Een zekere meneer Rutsch. En daarmee heb ik met meneer Rutsch heb ik al zeker 2 tot 3 keer vergaderd. Hoe we samen kunnen werken om Coroni eigenlijk een beetje schoner naar buiten uit toe te brengen. En de afspraken die gemaakt zijn, worden ingaande maandag. Al maandag 13 maart gaan we gezamenlijk ROS en openbaar groen werken aan de bermen en gewoon aan een schoon Coroni. In het kader van armoedebestrijding, gezien de situatie ook waarin het land is en dat een beetje te verlichten is vanuit het kabinet het initiatief gekomen om sociale projecten die een impact hebben op de gemeenschap te ondersteunen, zodra het voldoet aan bepaalde criteria's. En zo hebben verschillende instanties, de commissariaten, andere organisaties projecten ingediend, waaronder commissariaat Coroni. Ze hadden een project ingediend voor 40 vuilcontainers, grote en kleine, zoals u dat ziet. Voor een schoner milieu. Ze hebben ook aangegeven waarom ze het nodig hebben, want niet elke organisatie hier, de scholen of de geestelijke organisaties, hebben een vuilniston. Dus meestal zet men het vuil daar buiten en het is onhygiënisch. En gezien de noodzaak en dat het project wel een impact heeft op de gemeenschapswelzijn vooral, en ook voor de zicht van Coroni, want toeristen gaan voorbij, komen ook hier, we hebben hier een dijk, hebben we dan dat project in samenwerking met hun uitgevoerd. Het is begonnen vorig jaar, 2022. We hebben een team, die heeft samengezeten met het team van de DC, uitgewerkt welke type containers. En de containers zijn aangeschaft toen en geleverd voor Coroni, zodat het dan komt bij de organisaties.
Dit was Focus. Blijf gezond. Een goed weekend. Goedenavond.